Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Prins Klaus meedeed aan de Vierdaagse. En daarom is vrijdag op het terrein van de vereniging een plaquette geplaatst die hieraan herinnert. De plaquette is geplaatst op het gras van de vereniging en kijkt uit richting de Sint-Annestraat. De plek die wandelaars passeren wanneer ze bijna bij de finish zijn. Binnenkort wordt naast de plaquette ook het herdenkingsbeeld van de 75ste verjaardag van de Vierdaagse geplaatst. Park Tivoli in Bergendal zou meer bezoekers kunnen trekken. Maar die rijden op drukke dagen vaak voorbij. Er is te weinig parkeerplek, zegt de directie. Jaarlijks komen er zo'n 80.000 mensen naar Tivoli, het amusementspark aan de Oude Kleefse Baan in Bergendal. Daar is plek voor ongeveer 200 auto's. Tivoli zoekt nu met de gemeente Bergendal naar een oplossing. Het park is niet van plan de grond aan te kopen om daar vervolgens parkeerplaatsen aan te leggen. Het liefst zou het park het bos waar de auto's nu staan uitdunnen. Daarover is Tivoli nog in gesprek met Bergendal. De speeltoestellen in de kuil van de Leemkuil maken plaats voor een nieuw educatief speelgebied in Romeinse stijl. Wethouder Renske Helmer heeft dat bekendgemaakt. In het nieuwe speelgebied leren kinderen spelenderwijs de Romeinse geschiedenis kennen. Zondag onthult de wethouder een ontwerp dat leerlingen van 3 basisscholen hebben gekozen. Na de winter kunnen kinderen in het nieuwe gebied spelen. Kosten 800.000 euro.